Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Liam, die hebben we alweer weggebracht. Zijn even naar de winkel geweest. En Jordi heeft gisteren alles ondergespouwd. Maar daar ga ik later even uitleg over geven. We moeten zo Liam weer ophalen. Nou, voor Liam kan de vakantie beginnen, hè jongen? Jee. En Jordi zit te zeuren om buikpijn. En meneer, die wil ook een stukje croissant. Nee, je gaat niet op de grond gooien, Pipo. Nee. Je moet happen. Oké, ondertussen dat ik dus melkfles aan het maken ben, heb ik jullie heel eventjes hier in de standaard. Gisteravond heeft Jordi zijn bed ondergekitst, gespuugd. En daarna heeft hij nog 3 luiers volgepoept, dus wij denken dat hij dit heeft gehad omdat hij dus heel erg moest poepen. Maar het er niet uitkwam. Dus we hebben hem geholpen gisteravond. Hij heeft 3 luiers helemaal ondergescheten. En het was ook niet weinig wat eruit kwam. Even een nieuw pak pakken. Check, een nieuw pak. Dus we hebben gisteravond nog met Jordi opgezeten. Ik denk zelf dat het komt door die massages die we nu moeten doen. Dat hij daar zoveel buikpijn van heeft. We gaan het gewoon zien. Maar hij heeft nu ook buikpijn en tandenknarst heel erg veel momenteel. Dus ja, we moeten het er maar mee doen even. We gaan wel kijken hoe het loopt, et cetera. Dus, hè, het is zoals het is. Yay, papa kus. Ja, Liam wil mij ook geen kusje geven straks. Ja, dat was echt super leuk. Ja. Dag allemaal, tot de volgende keer. Hey. Dank. Wat probeer je niet te doen, hè? Nee. Hij heeft buikpijn, papa. Wij waren net heel eventjes bij de jarige Job. De peetoom van Liam, die was jarig. En daar waren we heel even cadeautje geven en eventjes op de koffie. En nu liggen de kindjes op bed. Jordi heeft vanmiddag niet geslapen. Dus die was op een gegeven moment helemaal chagrijnig. En ja, ze liggen nu op bed. Liam slaapt nog niet, want uiteindelijk heb ik die nog wel een paar uurtjes kunnen laten slapen. En dat. Ik ben nu mijn nagels aan het doen. En ja, ik weet dat er gevraagd is voor een video van mijn nagels. Maar over een paar weken heeft Niels vakantie. Dus dan kan ik deze dingen allemaal beter gaan doen. Dus dan wil ik de video op gaan nemen. Dus dat. Dat is de bedoeling. En
Ja, voor de rest, Niels is eventjes aan het opruimen voor mij, zodat ik lekker aan mijn nageltjes kan. En verder gaan we niks meer bijzonders doen, dus ja. Het was vandaag vrij druk, want ik had gewoon twee kinderen die niet wilden slapen, Sam en Jordi. Maar Sam heeft het aardig volgehouden, moet ik zeggen. Dus ja, ik ga even verder met mijn nagels. En in de volgende swipe is het alweer zaterdag. Een hele goede morgen. Jij bent al wakker. Oh, Jordi heeft gisteravond nog buikpijn gehad en is helemaal over de zeik gegaan. Ik denk dat die massages niet het juf van het zijn voor hem. Misschien heeft hij ook wel enigszins een griepje, maar ja, ik weet het niet. Het zijn mijn nagels geworden. Ik heb ze een stuk korter gedaan. Eventjes beter. En Sam is al wakker. Ideologie. En Sam is helemaal aan het vervelen. Papa die is met zijn oom iets doen. Die heeft zijn camper en die had iets kapot. Dus nou, veel plezier. Ga maar weg. Daar. Hi. En Sam zit zijn moeder aan het pesten en ik heb slaap nog in mijn ogen zitten. Slecht geslapen, want Jordi, hier ben ik vannacht ook nog mee bezig geweest. Wat? Krijg mama een kus? Een lekkere kleffe kus. Lekker. Ben je wakker? Goedemorgen. Wat is dit? Ik krijg je niet. Hallo. Goedemorgen. En ook mijn grote vent is wakker. Hey vent. Hey vent. Hi schatje. Wil je mama even knuffelen? Kom je even bij mama zitten? Oké. Ja. We gaan niet klappen. We gaan wel knuffelen. Nu heb je buikpijn meer. Hij gaat met één hand gaat hij naar zijn buik toe. Heb je buikpijn? En nee mensen, hij heeft het niet koud. Hij zit het liefste zoals hij nou zit. Alleen doen we dat niet vaak. Omdat hij ook zichzelf nog wel eens wil krabben of wat dan ook. En mijn kindjes af en toe lomp zijn. Tanden knarsen, ik buikpijn. Kan mama jou mee naar beneden nemen? Ja, gaan we dan lekker een flesje drinken? Mama heeft namelijk een flesje voor jou. Nee, we gaan niet klappen. Maar wel knuffelen. We hebben allemaal een flesje gehad. Jordi is niet helemaal Juvanet. Sam is Jordi ondertussen een beetje aan het etteren. Hier ligt er eentje een krentenbolletje te eten. En mij te etteren. Net je vader, hè? Net je vader. En Jordi heeft nou de krentenbol van Sam gegapt. Ja, je kan er nog mee doen. Dit is alles wat er over is. Je broer heeft de rest allemaal opgegeten. Alsjeblieft. De kindjes zijn weer rustig. Ik heb totdat ze naar bed gingen alleen maar bonje met ze gehad. Ik heb Jordi nog even slaap geholpen. Niels is inmiddels ook weer thuis. En wat gaan we dadelijk doen, Niels? Boodschappen. En wat heb ik al gedaan? Boodschappen. Met Jordi, want Jordi was eerder wakker.
De kindjes worden zo aangekleed. We gaan ze naar de kapper toe. Ik heb boodschapjes gedaan voor morgen. Want morgen gaan we naar Renen, de dierentuin. Heeft weer een naam. Ouwans Dierenpark. Zoiets. Dan gaan we met mijn ouders heen. Dus opa en oma gaan morgen ook daarheen. Die nemen ons mee. Gezellig. Dus gaan we doen. Ik zorg voor de broodjes. Ik maak broodjes met ei en broodjes met ham en kaas. Liam, stop nou eens een keer daarmee. Je hoeft niet de hele tijd je broodje te stampen. Dat is niet nodig. Je broodje mag er ook gewoon zijn. Ja, mama heeft gelijk. Dus dat is wat de situatie is en wat we morgen gaan doen. Maar vandaag eerst kappertje en eten maken, douchen, de kindjes en dan de kindjes uiteindelijk weer naar bed. Dan ga ik hier even aan de slag. Een hele goede morgen. Wij zijn bepakt en bezakt. Yay. En we zijn onderweg naar Ouwans Dierenpark. Mijn ouders zijn ook al onderweg, dus we gaan zien wat de dag gaat brengen. Thank you.
thuis. Sammy is zo moe. Hij is in slaap gevallen. Oeh, kijk eens, schattig. En ondanks dat Jordi buikpijn heeft, et cetera, heeft hij het toch nog vrij goed gedaan. Hij zit hier lekker even in zijn eigen wereldje. Liam zit mee lekker de auto rijden. Die zal zo denk ik ook nog wel in slaap vallen. En Niels, wat vond je van het dierenpark? Ik vond het leuk. Ja, vond je leuk? Nee, ik vond het ook heel leuk. We hebben nog een hele tijd bij speeltuin gezeten enzovoorts. Maar nu is het tijd om onderweg naar huis te gaan. Mijn ouders komen nog eventjes een ijsje bij ons eten. En dan, ja, is dat de zondag in heel lijkt. Na een leuke dag gaan we even lekker eten. Wat heb ik gemaakt? Ik heb een maaltijdssalade gemaakt voor mij en Niels. Voor Jordi, Liam en Sam heb ik gekookte aardappeltjes met spinazie en een hamburgertje. En dan vraag je je misschien af, waar zijn je ouders? Nou, mijn ouders wilden niet mee eten, dus die zijn net naar huis. Maar het was een gezellige, leuke dag. En nu gaan we lekker eten. En wat gaan we nog doen nadat we gegeten hebben? Gezellig zwemmen! Maak je geen zorgen overigens. We houden ze goed in de gaten. Op ten eerste. En ten tweede. Niels kan er zo in springen. Ik ook trouwens. Maar dan hebben we ook gelijk een bloedbad erbij. Dat is niet helemaal verstandig. Yeah! Wat? Dat kan dadelijk toch ook? Bij deze gaan we deze upsell nou ook afsluiten. Want we hoeven alleen nog maar op te ruimen en alles klaar te zetten. En de beestjes uit het zwembad te halen. Ja, dat moet jij doen. Dus... Er zitten twee grote beesten in. Ja. En daar nog een derde. Jij. Ja. Ja, want Jordi gaat er niet in. Jordi die zit lekker op de bank. Nee, die is al zat geprikkeld vandaag. Ja, dus bij deze gaan we deze upsell dan afsluiten. Want gewoon, we hebben niks meer eigenlijk wat we echt gaan doen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.